Dit is een bespreking van het vierde en laatste stukje van paragraaf 35 van Apur Bekondita 21. In het voorafgaande hebben we gelezen dat Hannibals mannen, die helemaal op waren van de sneeuwval en de ontberingen, dat Hannibal hen toespreekt vanaf een bergtop en hen wijst op Italië. Mannen, vanaf nu is het alleen maar gemakkelijker. We hebben Italië en Rome al bijna ingenomen. Maar dan moeten ze nog naar beneden, natuurlijk. Onderwerp van de eerste zin, dat is dit Achmen, de kolonne, die begon. Vervolgens daarna, dus na die toespraak van Hannibal, verder te trekken. Dan krijg je een ablativus absolutus. Met de vijanden proberende, terwijl de vijanden probeerden, al niets of niets meer. En ne quidem, dat hoort bij die vijanden, terwijl zelfs de vijanden niet al niets meer probeerden, praeter klein, behalve kleine diefstallen, overvallen per occasione, bij gelegenheid. Maar, caeterum, die iter, en dat is het onderwerp van deze zin, die fuit, die was, moeilijker, difficilius, en wel multo difficilius, veel moeilijker, dan kwam, die weg was geweest in Atskensu, bij de beklemming. Livius geeft daar een reden voor, hè? Dat is een geografische reden. Ut betekent hier omdat, aangezien het merendeel, de meeste dingen van de Alpen, ab Italia, vanaf Italië, aan de kant van Italië, dus aan de zuidkant, zijn de meeste delen van de Alpen, dat zoent zijn, dat staat daar, omdat het merendeel van de Alpen aan de kant van Italië zijn letterlijk zoals korter, zo ook steiler. Dus ze zijn weliswaar, de weg van de Alpen naar beneden aan de zuidkant is weliswaar korter, maar ook arectiora, arectus is steil, die zijn ook steiler. Dus de Alpen zijn aan de zuidkant steiler dan aan de noordkant. Omnis een inferme via, ik moet even doorlezen tot via, want met dat via congrueert omnis, de hele weg immers bijna, die erat, die was, situatiebeschrijving is dit natuurlijk, vandaar imperfectum, praecaps, stijl, nauw, glad, tricolon en asyndeton herken je natuurlijk. Ut. Zodat, hier duidelijk een gevolg, de conjunctivus possent hangt ervan af en dadelijk de conjunctivus occiderent. Zodat ze konden, possent, niet letterlijk zichzelf ondersteunen vanaf het glijden. Zodat ze zichzelf niet konden beschermen tegen uitglijden, zoiets staat er. En ook niet konden ze letterlijk haereren. Plakken betekent dat letterlijk. Ze konden niet plakken vestigio suo op hun eigen voetspoor. Dus ik heb het vertaald. Ze konden niet op hun plaats blijven staan. Zo stijl waren die wegen. De mensen konden dat niet. Die een beetje hadden gewankeld. Titubascent is hetzelfde als titubavicent. Dus een conjunctivus van het pluscuamperfectum. Conjunctivus omdat die afhangt van een zin die al in de conjunctivus stond vanwege dat ut. En dan krijg je het tweede conjunctivus die afhangt van dat ut. Dat is omkiderend. Dus en zodat zij en dat staat na dat aliique en occiderend en vielen. Anderen vielen bovenop anderen en ze vielen bovenop elkaar, zodat ze bovenop elkaar vielen. En lastdieren, daar heb je die iumenta weer, die vielen bovenop mensen. Ondanks de motiverende speech van Hannibal bovenop de Alpen, staat hen dus nog een lange en moeilijke afdaling te wachten. Dat zegt Livius hier.